aan Polestar. Straks komen ze om het eens rond te geven en ik ga eens laten zien wat er eigenlijk allemaal in zit. Dus dit is de doos. Dat is die capsule die erin zit. Ik moet wel voorzichtig zijn dat het niet kapot maken. Dus dit is eigenlijk wat we moeten krijgen. Dat klein busje. Dat is het. Grappig eigenlijk, hè. En dan gaan ze straks, buiten is om de 2 weken dat ik deze moet krijgen. En dat is wel goed. Ook wel pijnlijk om te zitten, de eerste minuten. Maar toch wel, is het eigenlijk alles in. En ja, nu is het weer zo'n dag dat je dus een hele dag kunt thuis blijven. Ze kunnen vroeg komen, laat komen. Dus ben niet benieuwd hoe mijn laatste gaan precies aankomen en dat ze gaan geven, want dat is wel al heel spannend. En dit is dus het flesje dat ik straks ga krijgen. En dat is het. Dat is een echt heel klein flesje. Groter is het niet. En ik krijg dan de helft van. De spuit, ja, die brengen ze zelf mee, de verpleging. Dus die is er natuurlijk niet bij. Maar dat gaat wel weer pijnlijk zijn. Dus dit is om de 2 weken. Welkom. Kan je bossenspaghetti maken? Ik kan altijd bossenspaghetti maken, maar wat je voor zin dat ik nu bossenspaghetti maak? Niemand kan bij mij komen eten. Dus dat is ook in totaal geen zin dat ik niet kan, alleen dat ik kan maken. Gisteren werden er tomaatjes gespot in de tuin. Dus daar kan je ze zien. Er zullen er nog wel een paar zijn die rood worden. Je moet er wachten dat er zouden uitkomen. Totaal niet. Ik was trouwens ook al helemaal vergeten dat er in de tuin stonden. Dus en daar heb ik de kat. Hier komt er ook iets uit. Kijk, wat zou dat zijn? Daar komt ook iets uit. Dus die mogen we ook zeker niet kapot doen. Dat is ook iets dat eruit komt. Dus dat worden, weet ik veel wat het gaat worden. We gaan het wel zien wat het gaat zijn. Heel veel groentjes, hè.